Het was heel triest, verdrietig. Een droom is vervlogen. En die droom komt niet meer terug. Want het ging om de eerste plaats. En zo werd het ook gevoeld door de spelers en ook door de staf. Als je er op deze manier uitgaat, is dat de meest vervelende manier die er is. Daarom zei ik ook in de persconferentie, je kan beter 7-1 verliezen. Want dan heb je duidelijk verloren. Maar wij hebben niet verloren. Wij zijn eruit gegaan door penalties. Kijk, wij zijn hier bezig met het WK. Ik heb proberen uit te leggen dat wij nog iets kunnen doen. Wij kunnen geschiedenis schrijven voor Nederland. Want Nederland heeft altijd een wedstrijd verloren. Ook in 74, ook in 78. Wij hebben op dit moment nog geen wedstrijd verloren. En daar ben ik bezig. En ik had maar 2,5 dag om Brazilië te gaan kijken. En ik wil Brazilië zoveel mogelijk zien. Want ik wil niets aan het toeval overlaten. Verliezen doet heel veel pijn. En dat gaat niet zomaar weg. Maar het hoort ook bij de sport. En in de sport en in het voetbal is er altijd een volgende wedstrijd. En zoals de coach al zei, wij willen hier gewoon winnen. En ongeslagen naar huis gaan en met een goed gevoel dat vliegtuig instappen. En dat we voor onszelf weten dat we er alles aan gedaan hebben om zo goed mogelijk te presteren. Het publiek moet weten dat we começamos een sonho. Não conseguimos. Agora vamos buscar um sonho menor. Vamos buscar uma situação diferente que é conseguimos o terceiro lugar. Pelo menos na minha parte é a maior possível, continua sendo. É claro que com um objetivo diferente, como o Filipão falou, não vai ser o primeiro lugar que está em disputa, mas sim a nossa honra, a nossa dignidade. E eu acho que quando você é atleta de seleção brasileira, quando você veste essa camisa com 5 estrelas, você tem que respeitá-la acima de tudo, né? Então, acho que a motivação em vesti-la está acima de qualquer coisa. A derrota não é culpar o Filipão, porque quem estava dentro de campo fomos nós jogadores. Por mais que eu não estivesse dentro de campo, eu faço parte daquele jogo também. Eu me incluo, porque como capitão eu tenho que fazer esse papel. Infelizmente, aconteceu.